Welkom bij een nieuwe aflevering van In de Stad. Staat volledig in het teken van Centraal Station. Zometeen gaan we naar beneden. Gaan we kijken hoe het staat met de vorderingen bij de Noord-Zuidlijn. Maar eerst even naar die IJpassage. Kijken of we daar al kunnen shoppen. Er is waarschijnlijk geen Amsterdammer te vinden die nog nooit heeft gereisd via Amsterdam Centraal. En als je er regelmatig komt, merk je al snel dat er druk verbouwd wordt om het station te vernieuwen. Een half jaar geleden waren we op verschillende plekken om te zien wat er allemaal gebeurt. Toen zag de IJpassage, een tunnel aan de westkant van het station, er zo uit. Nog behoorlijk in aanbouw dus. Inmiddels is de IJpassage open, maar ik kreeg vlak daarvoor al rondleiding. Waar gaan we naartoe, Irma? Wij lopen nu vanuit, zoals je ziet, de vernieuwde westvleugel. Precies. Dus die is opgeknapt, met name door ProRail gedaan. En we lopen vanuit die vleugel, lopen we nu de westelijke passage in. Dus dat is de eerste van de twee poortvrije passages, waarmee je dus zonder poortjes te passeren van Centrum naar IJzij en terug kan komen. Wat is hier in de tussentijd allemaal gebeurd? Ja, we gaan het zo meteen ook wel zien natuurlijk. Een paar jaar terug was dit allemaal zand hier beneden. Dus we zijn eerst begonnen met al dat zand af te graven. Vervolgens hebben we hier de voorbereidende werkzaamheden gedaan voor de winkels. Daar hebben we eerder opnames van gemaakt. En het verschil is, denk ik, indrukwekkend. Zo. Inmiddels ligt er een mooie vloer. Dus dat is, is ook een bruine vloer die ook duidelijk het verschil gaat maken met het gebied waar je naar de treinen gaat. Daar ligt een lichtere tegel en hier ligt een donkere vloer. Wat ik zelf heel erg mooi vind is die bakenrij van lampen die je ook meteen weer die je leidt van Centrum naar IJzijde. En inmiddels zijn de nodige huurders bezig om de winkels in te richten en af te timmeren. Ja, maar wat komt hier allemaal? Hier komt met name mode, beauty, cosmetica en gift shops. Dus er komt een breed palet aan, wat wij dan noemen non-food. Dus je gaat hier niet allemaal eten en drinken. Er komt één centrale plek waar we dadelijk komen in het midden van deze passage. Daar kun je even uitrusten, even een kopje koffie drinken of iets lekkers drinken. Een klein hapje eten, maar verder is het een winkelgebied. Maar dat is, je richt je dan echt niet op de reiziger? Want als ik even snel mijn trein moet halen, ga ik niet uitgebreid kleding winkelen. Nee, maar wat wij wel zeggen, er zijn natuurlijk veel dagjesmensen in Amsterdam Centraal. Zowel Nederlandse toeristen als internationale reizigers. En die hebben allemaal wat meer tijd om te verblijven op het station. En wat we met deze passages is, in eerste aanleg is het een vrije verbinding van Centrum naar IJ en terug. En omdat die verbinding er is, maken we hem ook aangenaam met allemaal winkels eromheen. Zodat mensen die wat meer tijd hebben, dat hier op een aangename manier kunnen doorbrengen. Dus dat je eigenlijk op weg naar huis of naar je bestemming gewoon nog even wat inkopen kunt doen. Wat boodschappen, cadeautjes. Als je een toerist bent en je gaat op weg naar Schiphol, dan kun je hier nog wat souvenirs kopen. En, ik weet niet of dat ook echt zo is. Ik zie daarachter een soort van bar. Wordt dat een sushi bar? Het wordt geen sushi bar, want we kunnen hier ook even inlopen. Ja, graag. Nee, deze bar kun je overdag gewoon even allerlei lekkere sapjes en ook koffie drinken. Kleine hapjes. In deze unit die hierachter zit, gaat ook gewoon zitgelegenheid komen, zodat je ook even kunt zitten. Dit wordt een horecagelegenheid. Hier komt een horecagelegenheid. Okay. En die komt dus in het hart van deze passage te zitten. En wat je ziet, daar loopt de passage van Centrum naar IJ. En hier maken we een verbinding weer naar het reizigersgebied. Dus daarom zie je daar ook weer de poortjes. Aha. Dus als je wil, en je hebt hier net even een paar boodschappen gedaan, gewoon even met iemand afgesproken of zo, en je gaat dan weer via de poortjes naar de middentunnel, die ligt daar achter. Dus we zijn nu nog aan het werk, maar begin juni is die wand, die bouwwand die daar zit, die is dan weer weg. En dan kom je zo weer in de middentunnel uit. En deze winkels zijn open van 's ochtends 7 tot 's avonds 10 uur. En ze werden helemaal geklimatiseerd. Zie je ook echt, ik weet niet wat jij hebt, maar ik vind het heel aangenaam. Het heeft een prettige. Terwijl verder het station natuurlijk toch, omdat het ook allemaal verbindingen naar het perron is en naar buiten dus. Het station kan er wel eens koud zijn of tochtig. Dat is hier absoluut niet. En ik zie al inderdaad wat winkeltjes waar het al wel redelijk is afgerond. Bijvoorbeeld daar. Ja, wat je ziet, we kunnen er wel even heen lopen. Dus ze zijn nu aan het inrichten. Ja. En de ene winkel is daar wat verder in dan de ander. Ja.
Nou, zij zijn al een flink eind op weg. Ja, zij zijn de schappen echt al mooi aan het vullen. Dus dan zie je ook, hè, dan krijgt het kleur en dan krijgt het leven. En dan gaat, ja, het gaat uiteindelijk natuurlijk geweldig goed werken allemaal. Maar dan gaat jouw hart, denk ik, dan ook sneller van kloppen, toch? Ja, ik loop echt gewoon 6 keer per dag hier rond om te kijken hoe het er allemaal aan het, ja, letterlijk aan het vullen is. En daardoor echt, ja, hoe die passage tot leven komt. En is alles al verhuurd? Er is, ik denk dat we nu zitten op ongeveer 80% verhuurd. 20% is nog beschikbaar. 20% waar we inderdaad, daar zijn we wel in onderhandeling met verschillende partijen, maar daar zijn de contracten nog niet afgerond. Maar komt dat omdat jullie heel streng selecteren? Of was er gewoon nou, waar het nog niet zoveel interesse? Dat mensen natuurlijk wel moeten wennen aan deze plek. Dit is uniek in Nederland. Het is nergens een passage die zo door het station, of onder het station doorloopt. Misschien ook wel goed om eerst even stil te staan bij de rol van deze passage. Ja. Het is natuurlijk, deze kun je, als je een overchipkaart hebt, dan kun je natuurlijk gewoon naar de trein komen door in en uit te checken. Maar omdat er ook heel veel mensen zijn die van de stad naar het ei gaan, bijvoorbeeld om het pont te nemen of om de fiets te halen. Ja, dat doe ik wel eens inderdaad. Ja, wilden we 1 verbinding hebben en we hebben er 2 gebouwd. Dit is de eerste die we nu openen. Dus dat is een passage waar je zonder poortjes van stad naar IJzij door het station gaat. En dan vraag ik me ook meteen af, is dat dan 24 uur per dag open? Nee, deze passages, daar zie je natuurlijk ook wel, daar zijn winkels aangelegen. Die zijn open van 's ochtends 7 tot 's avonds 10 uur. Dan is deze dit, dan gaan we hem hier schoonmaken en dan wordt er bevoorraad, zodat dat allemaal niet overdag hoeft te gebeuren. En als je 's avonds aankomt met de trein, dan kun je uiteraard via de Westtunnel, want dat is de tunnel waar 24 uur geopend is. Dus daar kun je met je OV-chipkaart, ja, gewoon precies, aan de IJzijde het station verlaten of aan de centrumzijde. Ben je nou niet in het bezit van een OV-chipkaart en je wil wel vanuit het centrum naar het IJ toe, dan kun je dus na 10 uur 's avonds de fiets- en voetgangerstunnel gebruiken. Die is vanaf eind dit jaar geopend. Die is al wel gebouwd, maar dat is natuurlijk ook nog belangrijk dat die ook helemaal gewoon goed aansluit op het verkeer. Ja, en dan moet je dus via die tunnel. En dan kun je via die tunnel. Ja, ik ga liever door deze passage heen, want hier is trouwens ook nog temperatuur is best wel aangenaam, maar dat mag niet. Nou, wat je voor op moet passen is dat je te veel tunnels maakt waar dan per tunnel eigenlijk te weinig mensen rondlopen. En als jij dan 's avonds om 1 uur 's nachts... Nou, soms wel later hoor. Ja, daarom. En in je eentje door zo'n tunnel loopt, dan voel je je niet prettig. Ik zie, dat wilde ik je nog vragen, ik zie links een andere structuur dan rechts. Ja, wat ik echt knap werk van de architect vind, is je zit hier toch met een beperkte hoogte en een behoorlijke diepte. Dus het is natuurlijk ontzettend belangrijk geweest om te kijken van hoe maak je dit nou ook in zo'n materialen een hele prettige passage. En daarom is er ook veel variatie aangebracht. Dus je ziet ook in kleuren van de puien verschillen. En hier is bijvoorbeeld met zowel staal als hout gewerkt. Dus dat geeft toch een afwisseling alsof je in een Frans straatje loopt. Ik ben ook razend nieuwsgierig wat daar allemaal achter komt. Maar daar moeten we nog heel even wat ik je nog wel kan verklappen, wat natuurlijk voor ons erg leuk is, jou en mij en de vrouwelijke kijkers, is dat... Sorry, cameraman. Sorry. Dat hier Victoria's Secret gaat komen. Oh, wauw. Ja, ja, ja. Maar dat wordt zometeen rijen dik hier, joh. Dat zou heel mooi zijn. Yeah. Ja. En dat is misschien voor de kamer, dan kun je een leuk setje voor je vriendin halen. Oké. Ja. We naderen het IJ nu. Ja, dat is misschien ook nog wel goed om even te vertellen dat we deze passage, die ligt tussen de Westtunnel en de Middentunnel in. En wij noemen hem, we gaan hem noemen de IJ-passage, omdat uiteindelijk gaan er straks 2 passages ontstaan. Mm-hmm. Ja, wat natuurlijk heel belangrijk is, dat als ik met jou afspreek en zeg we zien elkaar in het station, dat je dan ook wel weet dat ik dan tegen jou zeg, oh, laten we elkaar zien in de IJ-passage. En dat is dan deze. En de andere passage, die dichter bij de Amstel ligt, gaat de Amstelpassage heten. Ik denk dat we daar nog wel even aan moeten wennen.
Ik zeg dan, ja. Zou eerder zeggen, oh, die ene passage bij Victoria's Secret misschien. Ja, ik denk, nou, en dan is het wat het is. Dus uiteindelijk is het gewoon heel belangrijk dat mensen de vertrouwdheid met het station hebben. En als dat betekent dat iedereen zegt, oh nee, dat is die gang waar je doorheen kan en waar Victoria's Secret is, dan gaat die zo heten. Ja. Dit zijn dus de beelden die je ziet als je vanuit de centrumzijde de passage in. Ja, dus je ziet ze nu even hier, omdat we natuurlijk dit ook aan het testen zijn. Hè. We zijn het allemaal nog aan het afbouwen. Deze beelden zijn speciaal geschoten om op de schermen aan de stadzijde, dat langwerpige scherm te gaan vertonen. Omdat mensen dan zich kunnen oriënteren van dan gaan we daar naar het ei. Ja, wat aan dit gebied heel goed gelukt is een overgang te maken tussen die passage met zijn eigen architectuur. Dan dit eigenbouw. En dat is daarmee meteen ook de overgang naar waar we nu staan, de eihal. Ja, ik ben er heel erg benieuwd naar, maar dat bewaren we allemaal voor de volgende aflevering. Oké, dan zie ik je. Zie je weer opnieuw. Oké, bedankt hè. Graag gedaan. Ja, ik ga naar mijn volgende afspraak en die is diep onder de grond bij de Noord-Zuidlijn. Die gaat nog niet open, maar ook daar is in een half jaar tijd veel werk verzet. De verwachting is dat er straks tienduizenden mensen per dag gaan reizen met die nieuwe metrolijn. En natuurlijk is de halte bij Centraal Station een hele belangrijke. Dries van Heusden kan maar alles over vertellen. Hi, Saïda. Dag, Dries van Heusden. Aangenaam. Dries, ik wil eerst even weten, wat is jouw rol precies hier binnen de Noord-Zuidlijn? Ik ben projectleider voor Centraal Station. Ja. Dat betekent dus dat ik namens de opdrachtgever, metro en tram, verantwoordelijk ben voor de afbouw van het station. Ja, dat schiet al aardig op. Ik wil eerst nog wel even vragen, ik zag je net met die telefoon in de weer. Kan je hier ook al echt bellen en appen? Nee, nu nog niet. We hebben hier nu nog geen bereik hier beneden. En in de toekomst? In de toekomst natuurlijk wel. Het is natuurlijk ondenkbaar dat je reist zonder dat je toegang hebt tot internet en dat je kunt bellen. Dus dan komen er allemaal systemen waardoor dat hier beneden wel kan. Ja, net als buiten. Fijn. Nee, dat kunnen we inderdaad niet zonder. Nee. Ook niet onder de grond. Dries, de vorige keer was mijn collega Anne hier en dat is alweer een tijdje geleden. Wat is er in die tussentijd allemaal veranderd? Best wel veel volgens mij. Nou, ik zou bijna zeggen dat is te veel om op te noemen. Maar ik ga proberen een beetje aan te wijzen wat we allemaal intussen gedaan hebben. Yeah. Om te beginnen hebben we natuurlijk de technische ruimtes gebouwd, zoals je hiernaast ziet. Daar technische ruimtes? Ja, daar komt de techniek in voor de Noord-Zuidlijn. Dus de aansturing van de verlichting, van de beveiligingssystemen, van de brandalarmen, maar ook de aansturing van de metro. Dus daar hebben we allemaal speciale ruimtes voor gebouwd. En daarnaast een hele grote ingreep die je eigenlijk tussendoor overal kunt zien is de brandwerende bekleding. Het hele station is aan de binnenzijde helemaal bekleed met brandwerende beplating. Ja. Zodat bij een eventuele brand het station niet beschadigt. Oké, maar wat is dat dan? Wat wil je precies zien? Ik ben helemaal niet in thuis. Nee, dat geeft niet. Eigenlijk zie je het overal. Dat zijn die witte panelen die je hier ziet. Ja. Dit is een mooi voorbeeld. Dit is een kolom. Die wordt dan helemaal rondom omkleed. Met panelen, waardoor die hele hoge temperaturen kan hebben zonder dat de beton beschadigt. En waarom eindigt dat nou niet tot op de grond? Dat komt doordat we uitgaan van het ergste geval dat de metro stel in brand zou gaan. Die metro staat natuurlijk vrij hoog, dus het vuur begint hoog en de warmte gaat ook omhoog. Dus dan hoef je pas vanaf een bepaald niveau je betonconstructie te beschermen. Ja. En dat is al helemaal afgerond? Dat is vrijwel helemaal afgerond. Ik wil pak me niet op nog een kiertje en een gaatje, maar in principe zit het er helemaal in. Ja. En het is leuk om dat nu zo te vertellen, want straks ga je dat waarschijnlijk helemaal niet meer zien. Het grootste gedeelte, in ieder geval het gedeelte waar het publiek komt, gaan we weer helemaal mooi bekleden, afwerken met op kleur gemaakte staalplaten en zo. Helemaal nieuw wordt het dan gewoon? Dan wordt het helemaal nieuw, glanzend en glimmend, zoals het hoort. Ja. En Dries, ik moet wel eerlijk zeggen, het voelt heel onnatuurlijk om hier te staan midden op de rails. Ja. Maar we kunnen niet aangereden worden zometeen. Nee, nou dat is heel goed dat je dat zegt, want dat is het derde punt. Ja. Er ligt spoor. Ja. Dat lag de vorige keer nog niet. En we zijn gewend om te fietsen door de tunnel. Ja, ik zag net wel inderdaad iemand nog wel op de fiets voorbij komen. Oh kijk, die fietst ook echt weg nu. Dat wordt nu een stukje lastiger, want we hebben niet alleen spoor liggen. En daar kunnen we wel tussendoor fietsen, want het is een spoor zonder dwarsliggers. Dat is ook heel bijzonder. Het spoor is direct op de beton gemonteerd. Maar we hebben natuurlijk ook wisselstraten, want de metro moet af en toe kunnen switchen van kant. En dat zullen we straks zien. Daar kom je echt heel lastig overheen met een fietsje. Maar dit is een hele grote ingreep. Het spoor ligt er vrijwel helemaal in.
En de laatste handeling van het spoor is het monteren van de derde rail. Ja. Dat noemen wij de derde rail en dat is de voedingsrail van de metro. Dus daar komt straks ook de hoogspanning op. Daar zijn jullie nog druk mee bezig. Ja, die wordt nu gemonteerd. Dat is die bekende gele rails die langs het metrospoor loopt. En daar zit de voeding in van de metrostellen. Ja, en als die er ook op zit en in bedrijf gaat, dan wordt het ook een stuk gevaarlijker. En dan mag echt niemand meer in het spoor lopen. Dus dit is nog even heel uniek dat we hier kunnen staan. Dus dit is het perron zo meteen in 2017. Als ik naar beneden ga bij CS, kom ik hier uit. Ja, misschien, ligt eraan welke metro ik nodig heb natuurlijk. Ja, nee, maar als je met de Noord-Zuidlijn gaat, dan kom je hier uit. Of aan de Ruiterkadezijde of aan de stadskant. En dan kom je hier op het perron. Nou, wat we hier dus nu aan het bouwen zijn, dat is wat nieuw is ten opzichte van de vorige keer. En wat dus ook al echt af is. Hè. Dit is het. Dat is het plafond boven het spoor. Helemaal zwart. En daarnaast de nieuwe plafonds boven de perrons. Dat is hetzelfde plafond als dat we in de verdeelhal hierboven hebben. Ja. Nou, en dan moet aan de achterkant zijn de wanden bijna klaar. Daar moet alleen nog het glas tegenaan. Die worden helemaal afgewerkt met heel mooi grijs glas. En daar zijn deze mannen op dit moment allemaal druk mee bezig? Ja, dat klopt. Iedereen is, het is nu nog het vooral, en dat zie je er niet zo heel veel van. Waar we nu vooral mee bezig zijn, is het trekken van kabels. Mm-hmm. Alles moet natuurlijk aan elkaar geknoopt worden en aangesloten worden. En dan moeten voedingen naartoe en dan moeten datasystemen naartoe. Dus het plafond komt helemaal vol te liggen met bekabeling. Oh. En daar zijn we op dit moment mee bezig. Er wordt gereden hier. We moeten even van het spoor af. En Dries, dit is dus die centrale plek waar alle reizigers zo meteen aankomen. Ja, we hebben nou net het perron gehad en dan heb je hier dus de centrale hal aan de stadskant, wat dus ook wel in de volksmond de kathedraal heet. En hier hebben we natuurlijk heel veel nieuwe dingen ook weer ingebracht. Het eerste, we hadden het net over die Wisselstraat, hè. Daar krijg je straks beeld van. Het is een stukje spaghetti aan sporen. En het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je regelmatig mogelijkheden hebt om je treinen te laten switchen van zijde. Dat is voor het spoor. Maar we hebben natuurlijk ook hard gewerkt aan de afbouw van het hele station. En wat heel leuk is natuurlijk, is de roltrappen. We hebben een 18-tal roltrappen ingebracht. En dat zijn de stijgpunten, de trappenhuizen naar de verdeelhal. Ja, maar even voor mijn oriëntatie. Waar gaan die roltrappen, welke kant gaan die allemaal op? Heel goed. Aan deze kant en aan die kant, dat zijn de roltrappen die gaan naar de verdeelhal. Ja. Op net onder maaiveld van het stationsplein. Hier 3 omhoog en 3 weer verder omhoog via een bordes. Ja. En aan de andere kant hetzelfde. En wat je hier voor je ziet, dat zijn 6 roltrappen en die gaan naar een niveau wat aansluit op de metro van de Oostlijn. Ah, dus dat is de kortsluiting. Als je wil overstappen van metro, dan hoef je niet helemaal naar boven. Maar hoe ver moet je in één keer door. Ja, maar is dat nog wel ver wandelen? Nee hoor, dit is allemaal vlakbij. We zitten hier op de kop van de Oostlijn. Dus als je hier naar boven gaat, 50 meter, dan ben je op het perron van de Oostlijn. En dan kun je weer verder met de reis. Oh, lekker. Ja. Nou, en als je dan hier naar boven kijkt, want we staan hier onder een hele grote stijger. Ja. We zijn hier boven, hier zie je het betondak van de kathedraal. En in dat betondak komt een heel mooi plafond. Wat voor plafond? Het plafond dat zijn we nu aan het maken. Dat is een lamellenplafond. En een lamellenplafond, dat kom je ook tegen in de verdeelhal hierboven. Dat is eigenlijk een kopie van het plafond wat hier beneden dan nog weer een stukje terugkomt. Heel mooi aluminium plafond. Mooi. Ja. En er komt een scherm, toch? En er komt een kunstwerk. Een kunstwerk. Dan moeten we ons even omdraaien. Dat is nu een beetje weggewerkt door de stijgers, maar tegen de kopwand van de perrons komt een videoscherm van ongeveer 40 meter lang. 40 en meter? Daar komt een soort interactief kunstwerk op van meneer Kaleboud. En dat wordt een film en daar kun je als reiziger ook invloed op hebben, op de beelden die daarop komen. Meer mag je er zeker nog niet over vertellen. Nee, het moet ook allemaal nog ontwikkeld en uitgewerkt worden. Dus maar valt het ook onder jullie verantwoordelijkheid om dat te plaatsen?
Wij maken wel de voorzieningen ervoor. Wij leveren het scherm niet, want dat is een onderdeel van het kunstwerk. Maar wij moeten er wel natuurlijk voor zorgen dat je het kunt ophangen. En dat het blijft hangen. En ook dat de voedingen er naartoe gaan en dat de data er naartoe gaan. Ja. Er is, als ik zo om me heen kijk, er is ontzettend veel gebeurd. Volgens mij zijn jullie ook al heel ver. Wat moet er nog gebeuren voordat de metrolijn open gaat? We zijn dus inderdaad nog bezig met de afbouw van de techniek. Hè. Dus we hebben even een klein blik in de keuken gekregen. Ja. En zoals net gezegd, we zijn hier dus nog bezig met het plafond. Ja. En dan moeten de vloeren natuurlijk nog afgewerkt worden. Er komen weer prachtige tegelvloeren in, zoals boven in de verdeelhal. En het glas tegen de wanden, maar dat is echt de allerlaatste actie. Ja. Nou, dan is het poetsen en klaar. En dan? Hoe erg ga je het dan missen? Dan gaan we wachten op de volgende metrolijn. Misschien kunnen we de Oostlijn een keer doortrekken. Nou, wie weet, daar moeten we het nog even over hebben. Ja. Maar als je hier zo rondloopt, ik bedoel, dat moet voor jou. Je hebt die ontwikkeling helemaal gezien en gevolgd. Ja, ik heb natuurlijk niet de ruwbouw meegemaakt, hè, want wij zijn ingevlogen om de afbouw te regelen. Maar goed, daar zijn we ook al een paar jaar mee bezig. Ja. En je ziet het dus van een betonnen casco, zie je het een prachtige afgebouwde ruimte worden. En dat gaat ook steeds meer op een station lijken. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar het leukste is natuurlijk als er gewoon mensen doorheen lopen en treinen doorheen rijden. Dus daar kijk ik wel naar uit. Nog heel even en dan, op wachten. Ja, en dan kunnen we ook zien hoe het werkt en dat het werkt. Hartstikke fijn, Dries. Ik vond het echt heel leuk dat ik me mocht kijken. Ontzettend bedankt. Ja, geen dank. Graag gedaan. Ik ben benieuwd naar 2017. Is goed. Ja. Tot ziens. Doeg. Ja, en dit was het voor nu. Mocht je de uitzending terug willen kijken, surf dan naar onze website at5.nl. En mocht je meer informatie willen over al die ontwikkelingen die er gaande zijn, surf dan naar amsterdamcentraal.nu. Doeg. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amsterdam Centraal.